Nu eerst een Cadillac Fleetwood. Dat is ongeveer het eerste wat biermagnaat Freddie Heineken in 1983 na zijn vrijlating moet hebben gedacht. De nieuwe eigenaar van de slee ontdekt dagelijks nog nieuwe snuffers in de bolide. Nadat hij gekidnapt is geweest, toen heeft hij het ding laten panseren. En het ding heeft hij voor 200.000 gulden laten panseren. Er zitten allemaal hele aparte dingen in, zoals deurpennen. Aan de buitenkant zit er een gat midden in de deur, ja, waar een sleutel van nog ontbreekt. Er zitten sirenes onder de motorkap. Er zitten luchttanks in voor extra zuurstof en met een gasaanval. De ramen zijn 5 centimeter dik. En aan de binnenkant achter kun je wel naar buiten kijken, maar niet naar binnen toe. Hij is toen de tijd geëxporteerd. Ja, en wij hebben hem in België gevonden.